Een hele goede middag vanuit Gouda, om precies te zijn het Groenhovenbad. Hier staat vandaag een prachtig duel op het programma in de Champions League voor dames bij het waterpolo. De dames van GZC Donk gaan het opnemen tegen CIS Roma. Een uitverkocht huis vandaag in Gouda en dat is toch altijd mooi. Je zo dicht bij huis internationaal topwaterpolo kan aanschouwen. Gouda heeft ook een sterke selectie met veel dames die ook afgelopen zomer brons wisten te pakken bij de Olympische Spelen in Parijs. Brigitte Sleeking, Sabrina van der Sloot, Maartje Keuning, Vivian Sevenic. Ja, natuurlijk niet te vergeten keepster Sarah Buijs. Ja, en dan ook nog vele speelsters uit de eigen jeugd in dit team. Prachtig. Ja, en de dames zijn er bijna klaar voor. De welbekende handjeklap. De vaantjes zijn aan elkaar gegeven. Teams wensen elkaar veel succes. En dan gaan we zo meteen beginnen hier in Gouda. Hier de opstelling van Donk. En dan hebben we hier de opstelling van de tegenstander van vanmiddag, CIS Roma. Maken de dames zich langzaam op voor het begin van de wedstrijd. Maar wij zijn toch benieuwd wat het vandaag gaat worden. De dames van Gouda te water. GZC Donk moet ik eigenlijk zeggen. En dan gaan ook de dames uit Italië het water in. En dan gaan we zo meteen beginnen. Ja, dan komen de dames uit Gouda ook al lekker uit de startblokken. Want hier zien wij de 1-0 vallen. En dan niet heel veel later. Dus daar de voorbereiding. En dan een hele mooie boogbal. En dan is het alweer 2-0. En dan hebben we ook de 3-0. Nou, wat een ongelofelijke start voor die dames uit Gouda, zeg. Sabrina van der Sloot die de 3-0 erin knalt. Mooie boogbal. En dan hebben we daar de 3-1. En de dames uit Italië toch al terug. Oei, en dan is het ook heel snel 3-2. Zo'n beetje aan het einde van die eerste periode. Dan gaat die 3-3 niet vallen. Met een strafworp mag Sabrina van der Sloot de 4-2 op het scorebord zetten. En dan zijn we van start met de tweede periode. De swim-off. Sabrina van der Sloot weet de bal te bemachtigen. En dan mogen de dames uit Gouda een aanval gaan opzetten. Op zoek naar de 5-2. Nou, dat is niet op zoek. Daar is die 5-2. Wat een lekkere start voor de dames in de Champions League, zeg. Op deze manier. De dames uit Italië de aanval zoeken, maar dat mislukt. En dan is daar weer een aanval voor GZC Donk. En dan is daar ook de 6-2. Brigitte Sleeking speelde afgelopen jaar in het buitenland. Maar is dus terug in Nederland. Zich aangesloten bij GZC Donk. En heeft hier haar doelpunt te pakken. Tegenaanval van de Italiaanse dames. Die gaat mis. En dan hebben we daar weer Sabrina van der Sloot. En zij tikt de 7-2 aan. Dit gaat lekker hoor. Dit ziet er goed uit voor die dames uit Gouda. Toch een tegenstoot. 7-3. We hebben een sprongetje gemaakt. 7-4. En dan is hier inmiddels ook de 7-5. Dan gaan die dames uit Italië toch wel terug doen. Dit is nummer 10. En dat is Sara Centani.
De rechts zoekt Gouda weer de aanval. Deze bal gaat mis. Maar hier is dan wel de 8-5. En dan is er weer een gat van 3 punten. Doelpuntenmaakster Vivian Sevenic. Vervolgens gaan de Italiaanse dames wederom op zoek. Maar raken de lat. Nog een aanval. Daar is hij dan wel, de 8-6. Doelpuntenmaakster Isabella Chiappini. Zij brengt de stand dus op 8-6. En dat is ook de eindstand in die tweede periode. Want we gaan ons opmaken voor de derde periode. Nog altijd 2 puntjes voorsprong in het voordeel van de dames uit Gouda. Deze bal belandt helaas op de lat van Sabrina van der Sloot. We proberen de dames uit Italië het gat te verkleinen, maar daar ligt de keepster uit Gouda in de weg. Maar is het een aanval later toch de 8-7? Ja, kruipen die dames uit Italië toch dichterbij. Dan moet Donk toch weer wat gaan doen. En dat doen ze ook. Want dit is de 9-7. Ja, je moet gewoon zorgen dat het gat 2-3 punten blijft. Dan ben je aan het einde van de wedstrijd gewoon de winnaar. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Poeh, die gaat daar lekker in hoor. Dat is de 9-8. Oh, en een lekkere bal van Vivian Sevenic. Daar brengt zij de stand mee op 10-8. Nou, dan blijft het gat gewoon die 2 punten. Zo'n beetje aan het einde van die derde periode. Hier een aanval van de Italianen. Ja, dat is de 10-9. Nog een kleine 25 seconden op de klok in die derde periode. Nou, het zit al wel dicht bij elkaar hoor. Die gaat op de lat. Ja, dan is einde derde periode. 10-9, een verschil van 1 puntje. Ja, dan zijn we allemaal bij de laatste periode. En dan moet het gaan gebeuren. De overwinning voor de dames uit Gouda. En dan zijn het voorlopig de Italianen die hier de 10-10 binnenschieten. Ik kan helaas niet zien wie de doelpuntenmaakster is. Maar de stand is wel gelijk voor het eerst in de wedstrijd. Dan gaat Gouda op zoek naar de voorsprong. Wederom de voorsprong en die vindt de paal. En dan zijn het de Italianen die door gaan drukken. Want hier is inmiddels de 10-11. En die komt op naam van Elsa Vita Zeplatina. Maar de dames uit Gouda doen gelijk wat terug via Maartje Keuning. Is het 11-11. En dan zijn we nog een kleine 3 minuten 56 op de klok. Dan zijn het de dames uit Italië die hier de 11-12 op het scorebord zetten. En dan zal het toch niet zo zijn dat ze de hele wedstrijd voorstaat en dan in het slot van het laatste kwart onderuit gaat. Want hier valt ook de 11-13. En nummer 5, Chiara Renali. En dan zijn het nog een keer de Italiaanse dames. Ja, en dan is daar ook de 11-14. Je gelooft het toch niet, de hele wedstrijd voorgestaan. En dan gaan we op het laatste moment onderuit. Nummer 6, Isabella Chiappini. Die het verschil van 3 punten neerzet. Sabrina van der Sloot mag wat terug doen. Dat mag 1 minuut 17 op de klok. Dankzij de 12-14 op het scorebord. Het maakt hem hard in de touwen. De kipsters zijn die kansloos was. Ja, dan is daar toch ook met nog 30 seconden op de klok de 13-14. Zou het dan toch nog gaan gebeuren? Het is Marit van der Weijden die 13-14 neerzet. Dan hebben we nog 13 seconden. De klok telt af zoals u kunt zien. De dames uit Italië proberen de bal een beetje in het spel te houden. Dan gaat de bal naar Sabrina van der Sloot. Dan is de tijd over, maar dan gaat er een strafworp gegeven worden.
En dan kan die 14-14 nog zomaar gaan vallen. En dan gaat de wedstrijd beslist worden op strafworpen. Je gelooft het niet. Wat een einde van die wedstrijd zeg. En dat is Sabrina van der Sloot. Ja hoor, 14-14. We gaan strafworpen nemen voor de beslissing. Wie gaat dit eerste Champions League duel in Gouda winnen? Nog één keer elkaar op scherp zetten. Kijken we nog even naar de TOS. Die is gewonnen door Gouda. GZC Donk. En dan gaan we om en om 5 ballen nemen. GZC Donk. We zetten hier de 15-14 neer. Fluitsignaal. Dan is daar de 15 tegen 15. Dan is het dan Sabine Bergsma om de 16-15 binnen te schieten. En dat doet zij ook. Zo, Andrea Carola. Aprea. En die schiet de 16-16 binnen. Voorlopig heeft geen van de teams nog een fout gemaakt. En dan hebben we daar de 17-16. En dan krijgen we een keeperswissel aan de kant van Donk. Wel heel erg hard, maar ze komen er nog dichtbij. Maar dat is niet genoeg. 17-17 inmiddels. Dan is de beurt aan Maartje Keuning, ook die. Stuitert hem op, laat hem lekker opstuiteren en komt boven de keeper terecht. 18-17 inmiddels. Maar er zou toch eentje moeten gaan missen. Of de keeper moet hem eruit houden. Die gaat er ook in. Dan hebben we nog altijd een gelijke stand. 18-18 inmiddels. En er staat Marit van der Weijden. En die schiet hem keihard binnen. 19 tegen 18. Dan hebben we er inmiddels aan kant van Donk 5 gehad. Dan is dit de vijfde speelster. Voor de gelijkmaker. En daar is hij. De 19 tegen 19. En dan wordt het nu een... En om en om. Sabrina van der Sloot mag aanleggen voor de 2019 en dat doet ze ook. En die gaat mis en dan winnen de dames van Donk hun eerste Champions League duel van dit seizoen. Prachtig, wat een ongelooflijk einde van deze wedstrijd.
kom je 3 punten op achterstand. Weet je uiteindelijk nog de 14-14 binnen te schieten. Via een strafworp en win je een strafworp in de wedstrijd. Ja, natuurlijk is de blijdschap in Gouda. Wat een lekkere start van het seizoen, zeg. Winnen van dit CIS Roma. 20-19 is de eindstand. We bedanken de dames, het aanwezige publiek. Een uitverkocht bad dus. En wij bedanken u voor het kijken. En misschien tot een volgende keer.